Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Ik ga jullie deze week weer een weekje meenemen en we gaan naar de Côte d'Azur. We gaan vandaag een dagje rijden. Even voor Barry, koken met truckers, ik weet het niet. Maar we zitten vanavond in ieder geval wel op het terras met truckers. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Ik hoop dat het aangenaam terras weer is. Ik heb een adresje of 8 te lossen. Ja, daarna zullen we wel weer het een en ander teruglaaien. De mogelijkheid zit erin dat we over Italië gaan. Ja, dat weet ik gewoon nog niet. Dat hoor ik pas als ik leeg ben. Ja, we gaan het wel zien. Ja, de reacties op eigenlijk alle voorgaande filmpjes van mij, ook van Sebas, allemaal hartstikke positief. Dat is alleen maar genieten. Voor degenen die het nog niet weten, we hebben de website in de lucht. www.levenopwielen.com. Bram. Er wordt nog steeds aan gewerkt, maar hij is online. En ja, zowel mobiel als op de PC, ja, daar zul je wel enige verschillen zien. Maar ja, ik hoop dat het voor jullie overzichtelijk is. En ja, via die weg kan je ons ook bereiken. Dus. Dan moet ik er nog wel even bij vertellen. Voor onze buitenlandse kijkers, de website is nog niet vertaald. Daar ben ik druk mee bezig. Ik kan niet alle talen en... Het is vrij lastig, dus dat wordt denk ik allemaal via Google Translate gedaan. Dat dan sommige talen de zinsopbouw niet helemaal goed is en zo. Ja, sorry. Daarvoor alvast. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt. Ik ga het een stukje rijden. En ik ga sowieso vanavond samen met John en Kees zitten. Twee collega's. John die kennen jullie nog wel van een filmpje van Sebas. Nou ja, goed. Wie Kees is, dat zie je dan ook vanavond misschien wel. Dus... we gaan er een begin aan maken. Veel plezier met kijken. Ja, er wordt ook gefilmd ook gewoon. Kijk dan. Zit die huiven ook nog hier zo op de tafel? De klaaghuip. De klaaghuip. Nou is de avond echt nog de klote, jongens. Dus ik stop helaas met vloggen. Ik ga morgen wel weer verder, want dit wordt niks meer vanavond. Fijne avond. Kees, ga even zitten. Want je buik zat er nou op. Mijn buik was jouw buik. Proost. Dat wil ik buiten kijken. Nee. Even een machientje lossen. Hoi. Ja, een boertje. Dus, zeggen jullie mee? Oh. Even druk erin doen. Maar, ja, we gaan naar de tweede. Dus, ik zal wel even een half uurtje pauze tussendoor moeten maken. Maar goed, dat is 150 kilometer rijden naar de tweede. Komt goed. En hier lossen we eventjes een paar pompjes. Die, ja, volgens mij gaan die in brandweerwagens of zo. Dus, ja, aardig speelgoed. Zo jongens, die is ook gelost. En dan gaan we naar de achterbuurman. Daar heb ik ook nog 5 pellets voorbij. Nou, inmiddels zijn we ook weer onderweg. Ik had die buurman, die achterbuurman, die heb ik even snel gelost. Dus nou ja, op naar de volgende. Dan moet ik voor 4:30 zijn. Nou, ik hoop dat ik rond 3:00 ben.
Dus dat is goed. Vuilnisberg, joh. Gewoon vuilnis. Zo. Het ruikt nog lekker ook. Zo, die gaat even staan omhoog, jongens. Hé. Ik heb hem inmiddels gelost. Het ging vrij vlot. Nu moet ik terug naar beneden en mijn papieren halen. En dat kon langs deze kant weer, zei die man. Dat ik hier langs weer naar beneden kan. Nou, dat is een aardig zonkie in de weg. Dan moet ik even met mijn luchtvering spelen, want dat komt niet goed.
bij die klant geweest. Dit is even een raar stukje in de vlog, denk ik. Ik ben aan het terugrijden naar het dorp waar ik net bovenop die berg stond. Er staat duidelijk aangegeven Green Mode, waar ik naartoe moet. Er staat nergens aangegeven dat je er niet mag komen met de vrachtwagen of niet kan komen met de vrachtwagen via deze kant. De navigatie geeft het aan. Ik had nog op maps gekeken. Ja, het is gewoon een departementale weg. Daar ga je normaal gesproken vanuit dat je er via die weg kan komen. Maar er zaten allemaal mensen naar mij te zwaaien in de auto. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik even gestopt. Ik denk, wat is er nou allemaal aan de hand? Die hadden mij uitgelegd dat als ik door zou rijden, dat het wel eens 3 dagen kon duren voordat ze mij vinden. Of zoiets. Nee, dat is het niet. Maar er heeft er pas geleden, het schijnt een bergpad te worden, die weg. Dus niet, je begint gewoon aan een tweebaansweg, maar daarna wordt het, en met zulke scherpe bochten, dat pas geleden heeft er een andere chauffeur met een bulkwagen blijkbaar, tenminste dat maakte ik eruit op, een siloauto, die heeft er 3 dagen gestaan. Die had alles kapot gedraaid. Dus er is eerst de monteur bij geweest om het proberen op te lossen. Dat ging niet. En toen hebben ze een kraan moeten laten komen om die man dan weg te takelen. Dus ja, mensen hadden mij ook uitgelegd dat ik eigenlijk achteruit helemaal terug moest. Ja, als dat zo is, dan is dat zo natuurlijk. Alleen één iemand die stopte en die liet mij even meerijden met hem. Hij zegt, kom, dan gaan we even kijken. Hij zegt, want jij hebt er beter zicht op als wij. Ja, dat weet ik niet, maar je kan wel zien of dat de vrachtwagen ergens kan draaien of een straat in kan of zo. Maar ja, dat gaat gewoon niet in een bos en langs een bergwand. Dus dan ben ik op een plaatje, ja, even een stukje doorgereden. En die man, ik zeg, ik denk dat ik hier wat kan draaien. Het was een soort parkeerparking van een bos. Dus daar heb ik gelukkig kunnen draaien. En nu ben ik de andere kant weer terug aan het oprijden. En ik heb mijn navigatie maar op een restaurant gezet. Want het is nu 4:30. Ja, ik hoef niet meer naar die klant. Dat wordt morgen. Dus ja, jammer. Maar beter zo dan dat ik mijn werkgever moet bellen. Om te vragen of ze even een kraan kunnen bestellen ergens. Ik denk dat ze er ook niet vrolijk van horen. Dus ja, vandaar deze beslissing. Dus ik rijd naar een restaurant en dan ga ik morgen weer langs de andere kant naar die klant toe. En dat moet gewoon wel kunnen. Dus. Prima. We zijn woensdagmorgen. Ik ben bijna bij mijn ene laatste adres in Grimo. Alleen, dat ligt bij Saint-Tropez in de buurt. Zo'n gigantisch druk binnen door. Je kan er op geen andere manier naartoe, dus ik moet hier wel langs. Dus dat wil zeggen dat we iets later zijn dan gepland. Ja, ik zou er om 8 uur zijn. Tenminste, ik dacht er om 8 uur te zijn. Volgens de papieren gaat hij pas om 9 uur open, volgens internet om 8:30. En met deze vertraging ben ik er om 8:05. Nou ja, prima.
is gemeld en we kunnen gelijk lossen. Alleen officieel is het voor vrijdag te leveren. Ben blij dat hij nu niet loopt wachten. Dat was Grimo. Die is eruit. Op naar de laatste. Dan moet ik voor 11 uur zijn. Ja, volgens mij is het iets meer dan een uur rijden. Dus dan ben ik om 9:30. Dat gaan wij gewoon even regelen. Ja, we zitten weer op de snelweg. Dus, het zonnetje schijnt. Het is nog niet zo heel erg warm, maar het is pas 9 uur dus. Ik ga nog een beetje wegwerkzaamheden, dus het loopt iets uit. Maar goed, tussen 9:30 en 9:15 ben ik bij die klant. Want ervoor 11 uur zijn, dus ja, dat zou geen probleem moeten zijn. En dan is de kar leeg. Dan heb ik goed gewerkt. Ja, maar eens kijken hoe we op, weer vol kunnen krijgen. Maar dat zal wel goed komen, denk ik. Daar ben ik niet zo bang voor. Even kijken hoor, want ik ben hier al vaker geweest bij die klant, maar het moet even hier mogelijk zijn. Ja, hier moet ik zijn. Je ziet het al. Er staat niemand, dus ik hoop. Bonjour, je livre 7 palettes de Pays-Bas. Merci. Nou, hier zijn we gelost, dus we gaan laaien. Dan gaan we even fijne stukken rijden, niet heel ver, met gras. Daar zouden twee zendingjes voor mij staan, voor Nederland. Dus die ga ik er denk ik voor de middag in schuiven en dan had hij nog twee zendingen. Voor dezelfde geadresseerden. Alleen dat is net onderkant Lyon. En nou ja, bij Lyon zelf. Maar dat denk ik niet dat dat vandaag nog gaat. Dat is een beetje te grote afstand, denk ik. Maar goed, dat zien we straks wel. Eerst maar fijn een stukje rijden. En om hier van de trein af te komen is ook niet handig. Dus ik zal de camera even ergens anders hangen. Ja, je ziet het. Hier links is het hek. Ja, ik kan die bocht natuurlijk nooit halen. Dan heb je één geluk.
dat ik als enige op het trein sta en dat ik hem aardig ooit kan halen over de, ja, hoe moet ik het zeggen, bij de andere laadbox eroverheen, zeg maar. Maar als er een auto naast staat om te laden of te lossen, dan gaat dat dus niet. Nou kom ik aardig uit, denk ik. Ja, dit gaat goed komen. Ik moet alleen die paal even omhoog. Zo. Door de gang in. Altijd precies in een bocht. Het is niet te geloven, jongens. Zo. Je stof van de boom af. Ja, ik heb moeilijk die trailer opschuiven, denk ik. Arms heb je! Het zit erin, dus we kunnen weer gaan rijden. Ja, morgen bij onderkant de Jon rijden, dus ik ga nu maar weer naar een restaurantje. Ik weet niet waar, maar dat zie ik wel even. Er zitten er genoeg, dus het komt wel goed. Dat took a bit of time, hè? Ja, het took a lot of time. Long time, hè? Maar het settled now. So I'm off to my restaurant. Where are you going now, Holland? No, I have to load in Lyon, two addresses more. Oh, okay. And so, then you go into... And then I go to Holland. I'll be home Friday. They make sure they get their money's worth. Yeah. Always. Thank you. Bye bye. Het is een, ja, je hoorde me nou Engels praten, ik ben natuurlijk wel in Frankrijk. Die portier is een Engelsman. En ja, dat is sinds een uur mijn beste vriend. Ik heb een praatje mee gemaakt. Ja, mijn Engels is nog steeds beter dan mijn Frans, dus ja. Maar dat maakt niet uit. Het is wel even leuk. Daar ben ik weer. Hey, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik bel jou terug, omdat jij maar gebeld had. En dan, okay. en dan ga jij gewoon een kwartier je papieren pakken. Hey, dat gaat allemaal voor je wel te goed af, hè? Ik ook voor jou, jongen, ik ook voor jou. Nee, maar... ja,
Ik kan nu terug naar de zaak te rijden, want daar had niks voor mij. Ja, vanmorgen eigenlijk. Maar ja, goed, omdat ik naar de hand snel leeg ben, dan geef ik nog een keer op 16. Oké, okay, en waar ben je nou dan? Ik ben nu bij Sint Katrien Les Haas. Oh, bij Ras, oké. Okay. Dus. Ja, dan ben jij eerder op de zaak als mij. Je meent het. Ja, dat is echt waar, hè? Ik ben ook zo hard, jongen. Ja, hé, daar kan ik niks aan doen. Daar kan ik niks aan doen dat ze mij die rit geven. Ja, dat moet je ook verdienen, hè, Jef? Zeg dat nog eens. Dat moet je verdienen, hè? Dit is eigenlijk. Hoe moet ik het luisteren? Ik ben al een week tussenuit geweest. Oh ja, dat is waar. Ja. Ook dat, hè? Gewoon een week vakantie zomaar, midden in februari of zo. Dat doe je toch niet, man? Er is niks aan dit ritje, Jeffrey. Het is hier hartstikke mooi weer. Er staan palmbomen langs de weg. Het is maar 22 graden. Ja, ik vind helemaal niks. Ja, voor mij vind ik het niks. Echt waar. Stumper. Stumper ook, hè? Echt waar. Ja. Ik vind het niks aan. Michael. We zijn inmiddels donderdagmorgen en ik ben op weg naar mijn, ik denk, ene laatste laadklant. Alleen dat zal ik ook wel niet kunnen filmen, want het is op een chemische fabriek, dus dat is een beetje jammer. Maar goed, het is niet anders. Het is ook maar één pallet. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat het ook weer vrij snel gaat, want daarna heb ik er nog eentje bij Lyon. Dat zou, als het goed is, de laatste moeten zijn. Denk ik dat hij aardig vol zit. Aangemeld en ik heb nog nooit zo'n makkelijke portier meegemaakt. Je moet hier al je papieren eigenlijk laten zien, je documenten van je auto. Maar ja, die wilde ik geven, want ik had ze bij. Oh, dat is goed dat ik daarover heb. Ik kan ze gelijk even terugleggen. Van nee, laat maar, is allemaal goed. Prima. Hopla. Even, je moet wel over de weekbrug, maar goed. Daar kom je toch overheen als je de fabriek in rijdt. Tja, we gaan even wegen, maar dat duurt een minuut of zo, zei die man. Hier zijn we goed.
is hij weer. Ja, dat is dan mijn prinsesje weer. Ik niet, die auto. Dus ik ga richting Nederland. Kleine 900 kilometer vanaf hier. Dus ja, het houdt wat mij betreft op. Ik hoop dat jullie weer met plezier hebben gekeken. En ik zou zeggen, prettig weekend. Tot de volgende keer. Houdoe!